Het is donderdag 25 augustus in Paderborn en ik wil jullie even voorstellen aan Lucas Buit, bondscoach, en Ronnie Vlasaks, manager van het Nederlands team. Ik dacht, misschien is het beter om vandaag de coaches en de manager te interviewen in plaats van weer die stomme spelers elke dag te zien. Luc, hoe is het gegaan vandaag? Nou, een trotse coach hoor, voor je. Echt, ik heb strijd gezien, ik heb winst gezien, ik heb emotie gezien, ik heb alles gezien wat sport is. Prachtig, trotse coach. En wie heeft er allemaal gewonnen, Rod? Wie er allemaal gewonnen heeft, jezelf natuurlijk, hè, op de nummer 1 position. Zeer goed gespeeld. En Dylan Bennett op de 2 positie. Hard gewerkt, 3 keer kapot gegaan. En zoals Lucas zei, echt een strijd. Is echt vol gegaan en uiteindelijk toch nog kunnen winnen. Dus. En morgen, wat is het plan voor morgen? Morgen is het plan om weer te winnen. Het wordt Hongkong of Mexico. Die gasten staan nu nog te strijden, echt. Het is mooi. Dus wij zitten zo in het hotelletje in het bad te bubbelen en bij te komen. Nee, dat wordt weer een strijd. Zoals elke plaats waarschijnlijk gewoon een strijd wordt vanaf nu. Maar liever 9 dan 12. Morgen om plaats 9 en 12. Jongens, over en out.